Niet, we gaan niet zo beginnen. Nee, niet doen. Straks zit het op mijn plafond. Hey iedereen, welkom in deze gloednieuwe vlog. Weet je welk liedje ik echt in mijn hoofd heb? Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar dat is na vannacht voorgoed voorbij. Het is pas midden op de dag. En het lijkt alweer bijna donker. Dat was een kleine dosis cringe. Maar jongens, even serieus. Het is gewoon midden op de dag. Het miezert. En het is alsof het aan het schemeren is. Omdat er buiten weinig te doen valt, dacht ik, hey, laten we binnen wat doen. Ja, we hebben niet echt een keuze eigenlijk. En wie is we? Mijn moeder en ik. We gaan een taart maken. En een hele rare taart. Mijn moeder en ik hebben heel lang geleden samen een ananastaart gemaakt. Om een beetje te experimenteren van, is dat lekker? Vandaag gaan we een taart maken die sowieso niet lekker wordt. We gaan een taart maken met een gezond tintje eraan. Laten we het daarop houden. Het wordt echt knijtig hoor waarschijnlijk. Mam, mag ik jou een complimentje geven om je daarna af te zeiken? Nee. Oh. Ga je zelf maar afzeiken. Ik zou eens over jou heen zeiken. Hé ma, hoeveel weegt een spons? Een spons. Mijn madre en ik gaan zo de auto instappen en dan gaan wij boodschappen doen om een geweldige taart te maken. Mijn moeder wil heel graag met mijn auto naar de supermarkt, maar ik wil heel graag met haar auto naar de supermarkt. Ik vind het gewoon leuk om weer een keer mee te rijden met het oude barrel. Je lult. Het is heel regenachtig weer, het is koud, ik wil nou wel eens een keer de verwarming onder mijn kont. Doe je stoelverwarming aan? Ja, natuurlijk. Voor een warm poepgat kan je ook gewoon spicy food eten. Ja. Dat kan. Maar waarom gaan we niet met jouw auto? Ik wil weer een keer in de ouderwetse barrel mee. Ik rijd nooit meer in de oude wagens. Dat vind ik leuk, gewoon af en toe even een keer. Jouw zin gebeurt echt werkelijk altijd. En vandaag niet. Oké, we gaan met de RS6. Ja? Ja. Oké. Weet je waarom ik het leuk vind om met oude auto's mee te rijden? Dan krijg ik een heel kinderlijk gevoel. Omdat wij vroeger, mam, dat weet jij als de beste, hadden we een oude Volkswagen Polo. Daar heb ik het stuur nog van liggen trouwens. Die zal ik straks aan jullie laten zien als ik het niet vergeet. Die auto is op een gegeven moment naar de sloop gegaan en het stuur mochten we houden, dus dat was leuk. Een sportstuur. Maar als ik dan in oude auto's zit, moet me dat denken aan die oude auto van ons. En dan krijg ik gewoon een heel goed gevoel. Daarom vind nou, ik het leuk. Er zit nou ook een oude bak naast je. Doe je het daar maar mee. Ik zou zeggen, ga ervoor zitten. De stoelverwarming staat aan op het moment. Ik krijg hem net door, die stoelverwarming. Ja, voel je me aan je anus kietelen? Lekker hoor. Ja. Het plan is dus dat wij broccoli taart gaan maken. Dus we staan hier bij de mix deeg appeltaart mix dingen. We gaan eigenlijk gewoon appeltaart maken. Kijk, we gaan deze nemen met extra deeg. En dan, in plaats van appel, doen we broccoli. Nou, dat wordt gewoon kotsen. Kijk, moet je niet even scannen? Oh, even scannen, dat vergat ik. Ik heb een Chinese vriend waar ik altijd helemaal stuk om ga. Hè? En dan zeg ik, oh, ik ga helemaal broccoli. Brocco, man. Brocco. Zeg ik straattaal. Straattaal. Kotsen. Mijn moeder kent geen straattaal. Hè? Hoe noem je poep van kippen? Kippenbout. Hoe noem je heel schoon groente? Gewassen. Die is heel dubbelzinnig, toch? Kom op, man. Lach. Kom op. Die taart wordt denk ik echt mokerranzig, jongen. Ik heb geen idee ook hoe ik op het idee kwam. Maar mijn moeder en ik zaten zo van, ja, we maken af en toe wel eens een taart, maar laten we wat nieuws proberen. En toen dachten we, het moet wel gezond zijn. Maar ja, het moet ook wel lekker zijn en dat wordt het waarschijnlijk niet. Wat een pleuris weer. Echt niet normaal, jongen. Mijn moeder is er gewoon chagrijnig door. Wat ben jij chagrijnig vandaag, zeg. Hoezo? Ja, door dat weer. Helemaal niet. Nee hoor, ik ben niet chagrijnig. Ik hoorde de hele tijd zeggen, wat een weer, god, wat een weer, oh god. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel klote weer. Heb je een paar mooie bakvormen gehaald, Anji? Ja, denk ik ook zo. En dan kan een kiestaart een keer in. Dat is wat blader. Een kiestaart? Ga je nog een kiestaart maken dan? Ja, dan gooi ik mijn gebit erin, mijn kiezen. Oh, lekker, lekker, lekker knapperig. Als je nou een jaartje of 16 bent, 14, 16, in jouw tijd, en het regent de hele dag zo, en je hebt geen school, wat doe je dan? Een boek lezen? Wat deed ik dan? Gewoon een beetje stom lullen. Tegen jezelf? Natuurlijk niet. Nee, dan gingen we gewoon een beetje theelurken en heel veel biscuitjes eten. Zo, dan moet je wel heel vaak naar de wc, denk ik. Gewoon potten thee zetten en dan lekker dopen met een biscuitje. Echt? Was dat het? Ja, kletsen. Kijk, jullie zitten een beetje stom je duim te verrekken op die telefoon de hele dag. Maar wij zochten elkaar op. Ja, wij ook. Maar op Instagram. Dan gingen bij elkaar zitten. Gaat toch niks boven, gewoon... Dat je ook je vrienden ruikt.
zeg maar. Als ze net een sekspartij hebben gehad of een potje hebben lopen voetballen. Daar kom jij weer mee aan. Denk jij dat wij op ons 14e, 16e... smiddags aan de thee zaten om 4 uur na sekspartij? Ja, natuurlijk hoor. Hormonen had je toen al. Had je in jullie tijd al condooms? God, wat denk je? Oké, dat was om je uit de tent te lokken om je oud te laten voelen. Wij gingen gewoon lekker aan tafel zitten bij de ouders. Terwijl je seks had, dat is raar. Wat de hel? Maar wat doen ze nu dan? Onze generatie zit gewoon een beetje te scrollen en hersenloos filmpjes te kijken. En ja, en we vermaken ons prima, dus niks te klagen. Nee, ik zit er echt over na te denken. Wij gingen gewoon kletsen. Ja, maar met wie dan? Als je alleen thuis bent en er is niks te doen. Nee, ik had toch schoolvriendinnen? Ja, maar nee, je bent alleen thuis. Oh, dan ging ik kleuren of tekenen. Ik heb ook wel periodes gehad, ging ik gewoon kleien. Ik ging een beetje creatief. Nou, kleien doe ik nog steeds, maar dan op de pot. Ja. Ah. Kleien? Kocht je gewoon kleien? Sporten? Ik ging toch ook wel veel sporten eigenlijk. Ja, en ik doe het tegenovergestelde. Als ik merk verveel, ga ik naar de Mac. Wij hadden thuis ook al een hond. En ja, ik ging wel met de hond naar buiten. Is dat een toevallige sneer? Of, Nee, helemaal niet. Broccoli taart. Hoe zal dit worden? Broccoli. Kijk, dit is ongeveer wat jij tussen je tenen hebt staan als jij terugkwam van vakantie. Een soort groene aanslag. Oké, nou, ga het maar vertellen. Ja, nou, Ja, daar ben je uitgeluld, hè? Ja. Nou, hoe moet je beginnen, denkt hij dan? Nou, met een taartmix. Wegen. Ik vind broccoli altijd een soort eetbare boom of zo. Het ziet eruit als een boom. Het ziet eruit als jouw hersenen. Beschimmeld. En klein. Dit is jouw voorkwap. De enige kwap die jij hebt zit op je buik. Zal ik hem even in je gezicht slingeren? Hoeveel boter was het ook alweer, zei je? 220 gram. Nou, ga je gang. Zeg, jij had... hebben we ook nog wat bloem nodig voor het hele gebeuren? Ja hoor. Nee joh, gadver, die stil die is ranzig. Zo praat je niet over mijn penis. Nou. Hier, wil een hapje? Nee, echt niet. Oh, mis. Niet, we gaan niet zo beginnen, hè? We hebben nog een klein stukje. Nee, niet doen, straks zit het op mijn plafond. Ja, kijk, het blijft gewoon zitten. Ja, smeer het dan af aan de rand. Doe je net zoals met je purken. Donnie, smeer het dus af aan de rand. Ja! Ja! Het gewicht ding is zelf aan het twijfelen. Ja. Kijk, 221, 220. Even suiker erbij teffen. Het moet daar helemaal niet bij. Oh, waar dan? Het zou eigenlijk gemengd moeten worden met de appeltjes en met de kaneel. En in dit geval ga je het met de broccoli mengen. Even de kaneel zoeken. Moet dat er wel bij? Als jij het wil, jij wilde volgens mij. Ja, in de bak. Of moet dat later pas? Lees even zelf, dan weet je hoe het zit. Er staat dat we nu 30 gram suiker, 3 theelepels kaneel erin moeten teffen. Ja, bij de broccoli in plaats van de appelblokjes, Don, dat staat er. Ja, dat weet ik toch. Nou, ga dan die broccoli... Maar moet dat dan in deze bak of moet het ergens apart in? Als je verder leest, lezen, dat is de basis van alles, dan zie je dat de boter een aparte benadering nodig heeft. Doe iets, ga die broccoli in stukken hakken dan. Het is werkelijk ongelooflijk. Ja, ik ben toch aan het lezen? Laat me eens even lezen. Je nooit op jezelf moet gaan. Laat me lezen. Je zegt dat ik moet lezen. Laat me dan lezen. Ik ga een andere bak pakken en daar ga ik de broccoli in mengen met suiker en kaneel. Nou, tevreden. Ik weet nu wat het moet. Ik heb gelezen. Heel goed, Don. Je krijgt een stickertje. Hey mam, ik zou zeggen sticker erin. Ja. Ja, die was goed, hè? Kijk, zie je wel lachen? Ja. Ik zie elke rimpel groter worden van die lach van je. Waar is nou die kaneel? We gaan de broccoli op maat zagen met een mes. Mam, moeders worden heel blij als ik zo een mes beet pakken. Heb ik vernomen. Ja. Die steel gaan we niet gebruiken, toch? Kan. Kun je allemaal opeten. Nee, joh. Door je tanden. Nee, joh. Dat gaat niet. Oh, dat is hard. Ja, natuurlijk. Nou, ik ging er vol voor, maar... Kijk uit. Straks breken je tanden af. Ik ging er vol voor, maar het lukte niet. Nee, niet doen. Don, niet doen. Oh. Dan breken je tanden af. Ik had niet verwacht dat dat zo hard was. Nee, die kleine steeltjes kunnen wel. Laten we maar gewoon even die broccoli gaan aansnijden. Zullen we al het harige gedeelte gebruiken gewoon? Het harige gedeelte? Ja, hoe moet je dat zeggen? Het beboste gebied. Moeten we dat gebruiken? Hoe zou je dat nou noemen, hè? Dat noem je de roosjes. Je kunt hem ook in zijn geheel gewoon in die hele... Dat wilde ik net voorstellen, want we pleuren gewoon dat hele ding erin. Gewoon in het midden, gewoon ook erbovenuit, boven die taart uit gewoon. En daaromheen wat andere roosjes. Nou, ik vind het een goed plan. Oké, we gaan gewoon... Niet? Je gaat hem er niet gewoon in zijn volle... Nee, we moeten wel netjes op maat snijden. Hoe zou je dat nou moeten doen, hè, Don? Nou, gewoon een mes erin zetten. Gewoon al die stengeltjes eraf snijden. Don, nee! Ja, je gaat het echt zelf opruimen zo. God,
Allemachtig. We snijden gewoon stukken eraf zo. Die vallen dan lekker in die bak. Of daarnaast, kan ook. Hier kijken, hoppatee, zo. Nee joh, je moet het gewoon in roosjes doen. Echt. Wat is er dan? Ik snij ze nou toch... Kijk! Is toch gewoon goed? Hier kunnen we wel wat mee, vind ik. Je moet nog meer kaneel erbij doen, hè? Oh, veel te veel. Maar is het voldoende voor de gehele taart? We hebben nog een krop. Nee, we beginnen hier een wel mee. Een krop! We hebben nog een krop. Het is toch ook echt niet te geloven met jou? Ja, hoe noem je het dan? Ja, hoe noem je het dan? Ja, hier, kijk dan. Altijd als ik over iets na moet denken, ineens weet ik niet meer. Ik weet al dus hoe ik op aarde ben gekomen. Een stronk! Jeetje zeg. Ja, dat moet zeggen, mijn hersenstronk komen. Wat ben jij nou weer van plan dan? Ja, kijk, normaal is appel een beetje vochtig. Dus dan blijven al die kaneeltoestanden en suiker daar een beetje aan plakken. Dat is natuurlijk in dit Dus je gooit er maar een lading olie overheen. Ja, dat is prima. Even lekker mixen die handel. Kijk eens, dat ziet er toch al verrukkelijk uit hoor. Het ruikt ook zo lekker. Het ruikt zo lekker. Kijk eens even, mijn moeder heeft de hele bodem beplakt met deeg. We hebben hier nog wat deeg over, wat er natuurlijk zometeen bovenop moet. We hebben hier nog heel veel broccoli. Oh wacht, dat is voor het normale eten zeker. Of niet? Ja. Als dit nog lekker ook wordt, dan kan je me echt opvegen. Nou, dat is precies genoeg. Kijk nog even hoe mooi joh. Hey, prachtig. Hey! Bobo, kom je kijken, Bobo. Ja. Kom hoog. Hey. Oh. Ga maar laag. En kom hoog. Nee hoor. Oh nee, niet mama hoog. Kom maar doen je hoog. Ja, hi. Gaan we dansen? Hey, Macarena. Ja, dit wordt lekker hoor. Dit wordt verschrikkelijk lekker. Nou, natuurlijk, dit gaat natuurlijk helemaal nergens naar smaken. Dat weten we nu al. Maar dat maakt niet uit. Kijk eens even wat mooi. Hey. Is dat mooi, hé? Ja, nou nog even met ik zou het een beetje aandrukken, denk ik. Anders verbrandt misschien de broccoli. Dit wordt er helemaal niks, joh. Hé, hey, Bobo. We hadden beter echte appeltaart kunnen. Au! Au, mijn zak, joh. Zoals jullie weten hou ik van eten. Maar een van de lekkerste dingen om te eten vind ik gewoon dit deeg. Ik vind dat zo lekker. Het is zo zoet en... Ja, we gaan die taart er eens even in pleuren. Hop, open. Voorverwarmd. En tieven we die taart erin, hoor. Nou, dicht. En wachten. Hij moet minimaal 65 minuten erin. Dus we gaan kijken of het wat wordt. Ik hoop niet dat alles aanbrandt. Moet die plaat niet eentje lager, man? Want hij zit wel heel hoog. Nee. Zie je, hij zit wel... Dat zie je bijna in de camera. Nou, man, dat hebben we mooi gedaan. High five. Oh. Kijk, nou wie er uit werk is. Hey pap. Vind je het hier niet heerlijk ruiken naar appeltaart? Ja, ik echt. En dat is verschrikkelijk, want ik barst van de honger als je dan thuis komt. Ja, appeltaart, nou, het water lopen. Oh, je kan straks helemaal los op de taart. Oh, ja, weet je. En het is geen oude taart. Nou, die heb je ook. Die zit daar. Ja, misschien ga ik er ook los op. Straks even lekker een stukje nemen bij het avondbakkie doen. Ja, met een bakkie vanavond. Maar ik ruik echt kaneel. En die appel ruik ik heerlijk, ja. Ja, ruik je die appel goed? Ja, echt lekker. Ja? Oké. Okay. Als hij zo lekker smaakt als wat hij ruikt, nou, dan is het een top. Dat gaan we nog maar eens even zien. Ja, ik heb het over die taart. Mijn moeder is lekker aan het koken, mijn vader is aan het filmen. We hadden een wekkertje gezet, die is afgegaan. De taart mag eruit. We gaan hem eens even eruit pakken. Hij zal wel verschrikkelijk heet zijn. Ik heb hem even afgedekt. Zal ik hem eraf... Hou jij het er eens af? Haal het er maar af. Pilatus pas. Hey, ziet die appel er raar uit? Beetje verbrand, hè? Beetje verbrand, of niet? Nee, dat is broccoli. Geen taart vanavond. Heerlijk. Het ruikt zo lekker naar appel, zei jij. Ja. Jij zegt gewoon, dat is appel. Of het ruikt hier naar appel. Ja. Ja, ik denk dat ik mijn eigen ademsappel ook heb dan. Ik weet het anders ook niet. Die man had zich waarschijnlijk net zo verheugd op een lekker stukje taart. Maar ja, het is niet anders. Nou, we laten hem even afkoelen en dan gaan we hem vanavond aansnijden. We zijn een paar uur verder. De taart is afgekoeld en het stinkt, jongen. Het stinkt eigenlijk gewoon een scheid. Waar liggen de knijpers voor op mijn neus? Het ziet er lekkerder uit als dat het ruikt, want... Ja, er komt een lucht vanaf. Ik zou zeggen, aansnijden maar. Even die bak voor hem loshalen. Even zo. Nou, kijk eens, die koekrand is echt prachtig geworden. Mijn moeder die is al naar bed gegaan, die moet morgenochtend vroeg op om te werken. Maar mijn vader is nog wakker en die had honger, net als ik. Nou, snijd hem aan. Waarschijnlijk wordt die lucht nog erger als je hem aansnijdt. Ik ruik nog niks.
Even een puntje. Ja, laat zien hoe dat eruit ziet. Het ziet er nog niet eens heel vreemd uit, moet ik zeggen. Ja, het ziet er gewoon eigenlijk normaal uit. Maar dan een beetje groene stukjes. Alsof iemand erin geniest heeft. Goed genederlandst. Was de bakker verkouden. In de koelkast hebben we ook nog... Waar ligt het? Waar is het? Oh shit. Oh, het staat gewoon hier in de deur. Slagroom! Kijk, een beetje slagroom erbij. Zo, zware drukdop. Zo. Hier nog een beetje slagroom erbij. Ja, dit wordt smullen hoor, pap. Dit wordt echt smullen. Ik kan niet wachten. Ja, je kan niet wachten om zo te stoppen met eten. Ja. Aan jou de eer om dit geweldige kunstwerk naar binnen te duwen. Proost. Oh god. Je denkt dat het echt niet tevreden is. Hoe smaakt het dan? Zeg eens wat. Ik heb voor het laatst zo'n smaak in mijn bed gehad. Toen ik een militaire dienst had. Is dat een goed of een slecht teken? Ja, dat dacht je zelf. Het is net of je zeg maar in de sloot valt met je bek open. Nou, nu mag ik een hapje gaan nemen. Oh god. Ik begin bij het puntje. En ik pak een beetje slagroom. Nou, proost. Wie appt mij zo erg? Bente. We zijn nog wel open. Wow. Hele rare combinatie. Het smaakt echt naar... Letterlijk naar appeltaart met broccoli. Dat is letterlijk hoe het smaakt. Ja. De broccoli is ook helemaal... Ik weet niet of je dat ziet op camera, maar dat is gewoon helemaal bruin en zwart. Het is helemaal voor broccoli. Dus dat ik overal tegenin gerend ben. Jij eet hem ook gewoon helemaal op. Ik weet niet of ik hem helemaal ga opeten hoor. Het is zo'n put lucht die er vanaf komt. Ja, en zo smaakt het ook. Ik wens je nu al sterkte als je mama zo'n kusje gaat geven als je naar bed gaat. Kijk dan, het is net alsof het al... Het lijkt wel vlees op camera. Het lijkt net of het appeltaart is die je 2 weken te lang in de koelkast hebt gelegen. Het is net een crime scene. Het is net of iemand genekt heeft of iemand heeft lopen kotsen gewoon, hè? Ja, dat komt zo. Nou, het was ontzettend leuk om te maken. Minder leuk om te eten, maar ik heb wel genoten, want het was hartstikke leuk. Het ziet toch zo... Lekker, hè? Ja, het was echt leuk om te maken, maar het is wel eenmalig, dat weet ik wel. In de vlog van morgen moet ik eigenlijk nog even mijn moeder een stukje laten chappen. Dus ik zou zeggen, vergeet zeker niet te abonneren om dat morgen te zien. Nee, ik zal morgen mijn moeder een stukje aanbieden. Ik ga een einde breien aan deze vlog. Ik vond het ontzettend leuk en gezellig om ouderwets gewoon even lekker met mijn ouders een vlog te maken. Als het aan mij ligt, zeker voor herhaling vatbaar. Ik hoop dat jullie dat ook vinden en mijn ouders natuurlijk ook. Dames en heren, ik hoop dat jullie ontzettend genoten hebben van deze vlog. Vergeet zeker niet te abonneren. Ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Wanneer een vriend aan je vraagt of je drugs wil, wil je ketjap? Nee, dat is niet leuk.